De discussie over koopzondagen in Woerden bereikte gisteravond een hoogtepunt. Mogen alle winkels open op zondag of moet de zondagsrust zoveel mogelijk bewaard worden? Inwonersbelangen is helder. Woerden wil de hoofdstad van het Groene Hart zijn in allerlei ontwikkelingen. Dat kunnen we begrijpen, dat kunnen we ook billig. Maar op dit punt blijven we achter en zou het goed zijn om de zaken te veranderen. Alle winkels open op zondag dus. Maar voor ChristenUnie-SGP is het een principekwestie. Zoiets moet je niet willen als Woerdenaar. Want wij zien die dag als een geschenk van onze schepper. En wij vinden gewoon van binnenuit dat je daar zuinig op moet zijn. In Woerden is na de laatste verkiezingen een bijzondere situatie ontstaan. In het college zitten partijen, bijvoorbeeld de VVD, die in hun verkiezingsprogramma voor zondagopenstelling zijn. Toch werd een plan alle winkels te openen op zondag door de VVD juist gisteravond weer van tafel geveegd. Tegen. VVD-fractievoorzitter Van Hameren kan niet anders. De macht is nou eenmaal belangrijker dan één punt in het partijprogramma. Ik denk dat we aan onze kiezers uitstekend uit kunnen leggen dat er andere zaken zijn die ook van belang zijn voor Woerden. Bijvoorbeeld lage lasten. We hebben duidelijke afspraken kunnen maken over de OZB. Die staan keihard in het coalitieprogramma bijvoorbeeld. De winkeliers zelf willen graag open, maar krijgen dus geen medewerking van een meerderheid van de raad. Het liefst willen ze gewoon zelf alles gaan regelen. Geen bemoeienis van de gemeente of welke partij dan ook. Weet je, laten we gewoon gaan ondernemen als wij denken dat we moeten gaan ondernemen. Als jij op zaterdagavond denkt dat je je klanten of je consumenten om 10 uur nog moet bedienen, moet dat ook kunnen. Woerden zal het dus met de huidige paar koopzondagen per jaar moeten blijven doen. De motie van inwonersbelangen haalde het niet. Toch voelt fractievoorzitter Van Assem zich geen verliezer. Want wij zijn de vertalers van datgene wat onder de inwoners leeft. De inwoners zijn hier verliezers samen met de winkeliers.